lagere straffen dan in eerste instantie is geëist. Vooral, heb ik begrepen, doordat niet echt bewezen kon worden wie nou precies die rookpot heeft afgestoken. Nou, dat is het niet zozeer. Er was bewezen, de officier van justitie heeft gevraagd om een bewezen verklaring voor brandstichting. Dat is het niet geworden. Maar wat het wel is geworden is openlijke geweldpleging. Het is inderdaad lager geworden dan geëist. Maar de rechtbank heeft voor dit feit wel echt hele stevige straffen opgelegd. Omdat we het een heel serieus en ernstig feit vinden. Ja, het gaat over 7 verdachten. Je zou ze voor het gemak kunnen verdelen in de 2 hoofdverdachten en de 5 anderen. Wat maakte de rol van die 2 hoofdverdachten zo specifiek? Nou, die rol van die 2 hoofdverdachten bestond erin dat die het echt georganiseerd en geregeld hebben allemaal aan de voorkant. Dus die hebben die rookpotten voor de wedstrijd verstopt in het supporters home. Die hebben op een gegeven moment die rookpotten ook nog verplaatst. Daarna zijn ze gaan ophalen en hebben ze ze verdeeld onder de mensen die later die rookpotten hebben afgestoken. Dus deze 2 hebben echt een leidende rol gehad. Ja, een leidende rol waarbij niet bewezen kon worden dat ze die rookpotten ook hebben afgestoken. Bewezen is dat ze allemaal rookpotten hebben afgestoken en in die zin hebben bijgedragen aan het openlijke geweld. En dan de 5 andere meelopers? Die hebben dus rookpotten afgestoken uiteindelijk. En die hebben daarmee natuurlijk een hele belangrijke bijdrage geleverd aan dat openlijke geweld. En de paniek die er is ontstaan en de last die mensen hebben gekregen van die rook. En die dus eigenlijk eraan hebben bijgedragen dat wat een hele leuke happening moet worden. Dat gewoon een ontzettende vervelende en tragische situatie is geworden.